Matthijs! Goedemorgen, het is vandaag maandag en ik heb een ontbijtje besteld. Bagel met zalm, koffie en jus d'orange. Jor is net de deur uit, die gaat naar Turkije een dag. En daarna naar Denemarken, want dan moet hij optreden. En Turkije gaat hij gewoon chillen. En ik ga straks de Uber pakken richting Rotterdam, want ik ga met Danique eten. En s'avonds komt Matthijs aan in Rotterdam en dan gaan we daarna terug naar Amsterdam. Dus ik vind het wel leuk dat hij er weer is en ik wil ook echt video's even met hem gaan opnemen. Want elke keer als hij er is, dan nemen we ons voor om dat te doen, maar we doen het elke keer niet. Dus ik ga eventjes wachten tot Danique reageert en dan stap ik de Uber in en dan kan ik gaan. Echt lang geleden dat ik rond deze tijd nog steeds zonder make-up rondliep, maar ik heb zoiets van, goh, ik kan het nu gaan doen, maar dan kom ik in de spits te staan. Met mijn Uber en dat is niet zo handig. Dus ik dacht, ga ik gewoon eerst naar Danique, ga ik daar make-up doen. En dan komt het ook wel goed, maar ja, ik moet het maar. Trouwens weer deze jas van de Zara aan, dit shirtje is van Brandy Melville, broek H&M en mijn Isa's. Ik zat trouwens na te denken, als ik ga verhuizen, of jullie het leuk vinden om dan een soort verhuisserie te zien op mijn kanaal. Dus dat ik dat niet in mijn vlogs laat zien, maar dat ik aparte video's maak over de verhuizing. Hoe ik mijn spullen inpak, wat ik allemaal meeneem, wat ik niet meeneem. En hoe ik het dan in mijn nieuwe huis ga inrichten en zo. Dus laat het even weten in de comments als dat je leuk lijkt. En dan ga ik het regelen. Ik kreeg vandaag trouwens een mailtje dat mijn tas is gemaakt, dus die ga ik morgen ophalen. Echt, oh, dat is best wel snel gegaan. Ik dacht echt dat ik er langer op moest wachten, maar... volgens mij 2 weken nu. Dat is wel top. Ik word hier zo gek van. Ik was de deur al uit. Ik kijk op mijn YouTube-account en die video is gewoon niet online. En hij staat gewoon gepland 4 april, 4 uur. Het is 4:30, 4 april en hij staat er gewoon niet. Ik word hier zo gek van. Wat is er aan de hand? Waarom is dit zo? Ik word er echt niet goed van. Godver, staat hij nou online? Ja, Jezus. Ik ben aangekomen bij mijn zus. Hey, schat. Nou, ik werd dus echt helemaal gek net in die Uber. Ik ben bijna 2 uur onderweg geweest. Zeg maar, oké, okay, prima. Ladilau spits, had ik kunnen weten. Ik kwam wel een beetje in de file. Rijdt die vent gewoon 2 keer verkeerd, waardoor we nog meer in de file kwamen. En toen was ik echt not amused. En nu ga ik even mezelf opmaken. Jullie vragen heel vaak wat voor wimpers ik opdoe, maar eigenlijk heb ik ze dan altijd op. Deze ga ik vandaag opplakken in ieder geval. Waar heb je deze besteld? Ik van de Engelse site, False Lashes gewoon. Een of andere Engelse site, False Lashes. Ik op de snap even keihard te flieken. Nee, Laura Mercier nieuwe highlights achterzeiken. Ja? Oh. Nou, dat is dus geen goede koop. Ik heb deze wimpers opgeplakt die ik net liet zien, aan de ene kant. En ik vind ze niet heftig genoeg. Maar nu heeft Daan echt een shitload aan wimpers liggen thuis. En lagen deze er. En deze is echt tering heftig. Dus ik ga nu deze op mijn linkeroog aanbrengen. En dan ga ik kijken wat ik beter vind. En dan ga ik die erop plakken. Oké, okay, ik heb nu deze op. Ze waren iets moeilijker op te plakken. En ik denk ook dat ze iets sneller losgaan. Maar ik vind het toch wel mooier dan deze. Want ik weet niet. Als ik geen nepwimpers op heb, dan voel ik me gewoon niet opgemaakt. En deze zie ik amper voor mijn gevoel. Dus ik denk dat het toch deze wordt. Nou, ik heb ze opgeplakt. Ze zijn redelijk heftig. Lijken wel spinnen, zei Danique. Maar toch gaat ze nu ook opplakken. Joh. En ik heb mijn haar gevlochten. In een of andere wannabe invlecht. Maar het ziet er echt een beetje zwervend uit. Hier dat vieze plukje. Maar ik had geen tijd meer om het te feunen. Dus het is toen opgedroogd, nat. Zo, dan ga ik twee nummers uit. Dus dat was een mega grote troep. Toch mijn haar maar voor de helft omhoog gedaan. En ja, dit is dan echt zo... viezig of zo, kun je er echt niet tegen. Gadverdamme. Maar haar helemaal anders gedaan, ik heb nu stijl. En dit heb ik echt al zo lang niet gehad. En ik heb echt precies gisteren een video geüpload over hoe ik mijn haar feun. En dan was het helemaal volumieus en bladibla. Nu is het super plat. En, maar, I don't like this. Ik voel me echt weer 16 of zo. Als ik 16 ben en ik ga naar Gerso op vakantie, zo voel ik me nu echt. En dat komt ook echt door die nepwimpers. Het is echt Jersey Shore-achtig. Oh my god. Van ver af vind ik het wel mooi. Maar van dichtbij kan het echt niet eigenlijk. Het zijn zulke dikke plakaten. Oh my god. Dit hebben echt gewoon alleen drag queens op. Of van die strippers. Anyway, dan heb ik hier echt fucking veel wimpers liggen. Houd niet op. Echt, ik vind dat altijd mooi. Ik kijk altijd van die
Amerikaanse YouTubers. En dan hebben ze echt van die zo'n hele laaf om met wimpers. En ik echt denk, wanneer doe je dat op? Maar ik draag ze tegenwoordig elke dag. Dus ik weet al wanneer ik ze op moet. Ja, we gaan nu eventjes eten bij de Harbor Club. Maar we hadden om 19:30 gereserveerd. Nu 19:50. En Daan is zich nog aan het klaarmaken. De wimpers wilden niet zitten. The struggle of the lashes. En ik moet even checken hoe laat Matthijs nou precies aankomt. Dit shirtje aangetrokken. Want in dat andere shirtje had ik nogal een diep decolleté. En dat, omdat ik me al zo'n jersey shirt voelde met die wimpers en dat haar. Nee, dus ik vind deze gewoon lekker een beetje comfy. Het enige wat we niet meer hebben van elkaar is gesproken. Oké, dankjewel. Drie keer raden wie er is aankomen schuiven. Ze hebben echt een relatie. Iets smakelijk. Oh, we gaan lekker eten. We hebben alle drie hetzelfde. Tonijn, pasta, love it. Ik zit nu met Matthijs terug in de Uber. Hoezo zit jij voorin ook? Ja, omdat ben ik net achterin. Ja, dan zit je hier achter nog een hele bank. Ja, dus. Jij zegt, ga dan rechts zitten. Rechts, zei ik. Nou, ik zit toch rechts. Oké. Okay. Nou, en we gaan nu dus weer even een uurtje onderweg zijn. En dan zijn we... Ik wil een video opnemen met jou. Wil je de Brother Does My Makeup Challenge doen? Dat is goed. Moet ik ook weer grote waaiers op gooien? Ja, dan moet je ook nepwimpers plakken. Zo, ze zijn echt niet normaal draggy. I can fly away from your bullshit. Nee, we zaten net naast die grap die ons rijdt. En dan geeft hij net een kauwgompje. En we zitten zo erg op één golflengte dat we allebei een soort van tegelijkertijd zeiden: is dit een hint? En op een gegeven moment wilde hij zichzelf nog een beetje verontschuldigen. Van ja, nee, maar zo bedoelde ik het niet. Maar dat wisten we natuurlijk. Echt een gekkie. Typisch momentje van had ik bij moeten zijn. Ja. Nou, we zijn weer thuis. Eeuw, Matthijs! Sorry hoor. Gadver! Neem mijn woorden terug, je mag niet in mijn bed. Nee, mooi, alsjeblieft. Als je Rufte gaat laten, hoef je echt niet naast me te slapen. Ja, ik liet de Rufte omdat jij zo ver weg stond. Nee, maar dat is toch vies? Het is toch mijn bed? Ga je daar liggen Rufte? Dat is echt tering vies gewoon. Ja, maar ik ging toch niet in het matras? Nou, waar zit het dan? Nou, gewoon in mijn kamer. Niks ging buitenlucht. Oh. Nou, niks haha. Nog één Rufte hoor laten hier, echt waar. Is dit een challenge? Nee. Nou, ik was bijna vergeten de vlog af te sluiten. Maar bij deze bedankt voor het kijken. En tot morgen. Vergeet niet een blauw duimpje omhoog te doen. En je te abonneren op dit kanaal. Doei. Doei.